En dan komt mevrouw ineens tevoorschijn. Ze zegt, er zit nog een duif op de klep. Ik zeg, nou, dat kan bijna niet, want het is zo donker als ik weet niet wat. Ik ben Wim Koreman. We staan hier voor de hokken. En de eerste vier hokken betreft dus de oude duiven. En dat zijn allemaal nestduiven. En die gaan per afdeling mee naar een bepaalde vondvlucht. En hier zie je dan het hok waarin in de winter dus de duivinnen zitten. Een aantal duivinnen zitten als ze gescheiden zijn. En nu zitten de late jongen in. En deze twee hokken betreft dus de hokken van de jonge duiven. Dit is dan de winnares. Kun je iets over die duif vertellen? Ja, het is een laat duifje van 2013. Dus die is eigenlijk pas in 2015 voor het eerst meegegaan. Naar de fond en heeft tot op heden een zestal gewoon goede normale prijzen gevlogen. Dus niet echt hele vroege prijzen. Dit was haar, deze eerste nationaal was haar vroegste prijs. En ze stamt af van het oude Bruggemanssoort, maal een doffer van een ingeteelde, zwaar ingeteelde duif van het oude Van Geel soort. Van Marijn Van Geel uit Nieuw-Vosmeer. Dus nog uit de oude lijnen. En daar ben ik over het algemeen heel goed mee geweest met die kruising. En het Bruggeman duifje, dat is een ingeteeld Bruggeman duifje uit twee lijnen die goed bij elkaar pasten bij het Bruggeman soort. En uit dat duifje, die helaas niet meer leeft, heb ik verschillende goede duiven gekweekt. En een halfzus van haar heeft bijvoorbeeld ook al een 50ste nationaal van Perpignan gevlogen en een 75ste nationaal van Pau. En ik ben er heel tevreden over die Bruggemanlijnen, moet ik zeggen. En hoe is deze duif voorbereid op de vluchten? Hoe vaak is hij dit jaar ingekorfd, nestpositie? Over het algemeen gaan ze bijna vrijwel iedere week mee. Vanaf het begin. Als het weer het toelaat, want ik ben er toch wel voorzichtig mee. Want als ik het weer niet helemaal vertrouw, dan gaan ze niet mee. Maar dan is het de bedoeling dat ze een keer of drie een Vitesse-vlucht doen. Een Quivrem bijvoorbeeld. En daarna een of twee keer Noyon en dan doorgaan naar de midfondvluchten. Dus zeg maar de vluchten van 350 tot 400 kilometer. En die moeten ze dan toch wel een keer of drie gedaan hebben. Tussendoor hou ik ze wel eens een keer een weekje thuis, want ik wil ze niet te veel vermoeien. Ik wil voorkomen dat ze eigenlijk al opgebrand zijn voordat ze naar het zware werk toe moeten. Maar in zijn totaliteit komt het erop neer dat ze toch wel bijna iedere week meegaan tot ongeveer een tweetal weken voor de eerste belangrijke frontvlucht. En dan gaan ze bij de ZLU-vluchten, dit is dus echt een duifje voor de ZLU-vluchten, gaan ze bij mij maar twee keer mee in één seizoen. Want ik vind drie keer vind ik te veel. En het is mij gebleken dat een duif die drie keer mee geweest is, vaak het jaar erop niks laat zien of zelfs op een heel gemakkelijk vluchtje kwijtraakt. Kom maar.
Wim, hoe heb je die aankomst gisteren meegemaakt van de duif? Ja, dat was natuurlijk heel hectisch en ook een hele gewaarwording. Het was al vrij laat en het werd donker. En toen dachten we allebei van nou, daar gaat geen duif meer doorkomen. En ja, op een gegeven moment dan gaan we aangestald te maken om naar binnen te gaan. En dan komt mevrouw ineens tevoorschijn. Ze zegt, er zit nog een duif op de klep. Ik zeg, nou, dat kan bijna niet, want het is zo donker als ik weet niet wat. En bleek dus inderdaad wel het geval te zijn. En dat is, ja, dan krijg je daar als het ware een echte kick van. Dat een beest na zoveel uur vliegen en mede in die hitte, dat 's avonds nog doorkomt, terwijl je er eigenlijk niet meer op rekent. En dat is eigenlijk waar je het voor doet.